Awee, 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 maasje kennis. Kan ons allemaal op die dansvloer krijgen, die en ze blieft. V-boys, V-girls, V-boys, V-girls, DJs, graffiti writers. Als die V-boys springen op die vloer vandaan, eet allemaal kapot uit. Slatte vlee laat zijn schoen daardoor beland in die mensen kavetijk. Met zijn handen op die tiel, in zijn voeten in die lucht. Als hij breekt beginnen speel, maak die boete jou bewust. In die breek aan elke reel, gooi die boek in jouw gezicht. Al die mensen zoek meer, en roepen het terug. Met de bang bang boogie set up, jump the boogie to the rhythm of the boogie the beat. Nog schud je tank tank, doet die een trap vast. Niet zoekies, want het is niet waar je zoekie te zien. V-boys, V-girls, V-boys, V-girls, V-boys, V-girls, DJs, graffiti writers, DJs. Ja, dit is een bevel, dames en heren. Geef jouw leven tijd en skit jouw biscuit. Pompies, keren, in riksrak rijmen. Gewapend, met al die woelaste lijnen. Ik scribbel, en om mijn lyrics te schrijven. Ik drift jou met die flavor. Die is voor die felco's, die mac ones, die potties en die gochas. Wat mieren mooi maakt, anders lijken hulle net posaf. Graffiti geeft jou richting als je leven van de posaf. Was maar als je aan de stijl stil, moet je losaf. Die trainen in, was een klein begin. Om die kunst weer in een galerij te brengen. Nou is het happy socks en olifanten. Hip-hop wat nou oor van alle kanten. Franks met die liedje getiteld Boogie Up net hier op Twin Stage. Ruim, boy, welkom. Is lekker om je hier te zijn. Hi, Rochelle. Is lekker om hier te wees. Die laatste keer toen jij hier was, heb jij pas een nominatie gekregen voor die Goomas. Dat is correct, ja. Dat was voor hip-hop liedje van die jaar. So, ons was allemaal hier Emperors toe en dit was net een party. Het was fantastisch. Wow. Die liedje Boogie Up, waaroor gaan dit? Wel, hierdie liedje is basis. Ik het groot geworden in hip-hop cultuur. En hierdie song spreek dit so bietjie aan, dit het bietjie van een throwback atmosfeer, so dit praat van, jy weet, ouens wat op hierdie karton op die vloer dans, en DJ's wat uitkom en net hulle ding doen. So dit praat een bietjie oor die kultuur, en echt, dit is so net een fun song, wat ons net kan geniet, en eer gee ook aan ouens wat voor ons gekom het. So ek haal aan Gogga bijvoorbeeld, wat die eerste graffiti kunstenaar was in Suid-Afrika, ooit in ons geschiedenis, en hoe hy van daar af beweeg het, van sy goed, jy weet, onder brug en teen treine en die smeer moes doen, het sy kunstwerk uiteindelik in die aardskypeland in galerije en daar uitgestel. So dit praat een bietjie van waar ons begin het en ook hoe hiphopkultuur die verskeie facette daarvan nou aanvaarding kry in die mainstream. Ek hoor, dat is een nieuwe album in die pipeline. Vertel eens een bietjie daarvan. Dis correct, my geheim is uit. ek is tans bezig met een nieuwe album. Ja. Die album, dis een bietjie van een tribute, so dit bring basis eer aan Al Jarreau, die jazz kunstenaar, so al die liedjies is door Al Jarreau se muziek beïnvloed. So ek het ouwens ingekry wat daar die songs gevat het, en dan vir my basis dit verwerk het. Evens en meer van hip-hop, meer van een soul, moderne R&B, soul aanslag gegeet. En dan het ek oorspronkelijke liedjes op daar die muziek geskryf. Ja. So, dis die concept. Die albums naam is Al Jerome. Was bietjie gespeel met die Al Jerome en die Jerome en dit, ja. As hierdie lied enige aanduiding gee van hoe die album gaan klink, sien ons baie uit. Baie dankie, Rochelle.